Dames. Suzanne. Goedemorgen. Miranda. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Ja, een hoop dames vandaag sowieso in de uitzending. Want het is Nationale Hoerendag. Dankjewel. Hey, ik verzin het echt niet. Maar daar hebben jullie natuurlijk niks mee van doen. Maar het is echt vandaag Nationale Hoerendag. Oké. Ja, ik weet ook niet wat de bedoeling is. Of we massaal maar er naartoe moeten gaan, of weet ik wat. Ik denk het wel. Ik denk dat jullie wat te doen hebben vandaag. Het is nog heel erg Japan dan, denk ik, wat de kranten schrijven. Laten we eerst even over leuke dingen hebben. Wat een weertje, hè? Ja, vogeltjes, inderdaad. Je merkt het, die vogels, jongen, die fluiten als een tierenlier. Heerlijk. Ja. En lopen jullie ook gewoon al in t-shirtjes? Nee, dat is nog te koud. Nee. Ik zat gisteren zonder jas buiten op het terras, dus ja. Echt waar? Ja. Het verneukeratieve is, maar dat weten we allemaal van deze dagen, in maart, in april, is je wordt er fucking verkouden van. Ja. Dan denk je van, eigenlijk kan het helemaal niet, hè, maar goed. Oké, laat ik maar iets van een dramatisch muziekje starten, want wat staat er vandaag in de Televaag? Natuurlijk, alles op de voorpagina gaat over Japan. En er staat vandaag heel groot angst voor meltdown. Ja. En er staat ook nog zo'n klein kopje boven van miljoenen zonder water, voeding en verwarming. En dat is eigenlijk niks veranderd sinds gisteren. Nee. Want het gevaar ook voor die ernstige atoomramp is toegenomen. Omdat er een gedeeltelijke meltdown al is geweest van een van die reactorvaten. En er komen dan de stoffen vrij die je niet vrij wil komen hebben, zeg maar. Dus het gaat echt helemaal lekker daar. Nee. Ja, ik merk dat ik zelf een soort ritueeltje heb inmiddels alweer. Oh, hoor die vogels fluiten, jongen, je verzint het niet. Ja. Is dat bij jou, Miranda? Daar in het zonnige Zeeland, hè, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Nee, als ritueeltje ga ik dan elke keer als ik opsta of 's avonds laat, dan kijk ik nog eventjes op de Twitter of Atsuko of Atsuko Kawarada, mijn grootste fan in Japan, of ze nog getwitterd heeft of er nog iets is. Ze was weer de kamer uitgetrild zo'n beetje, maar zij is er zelf heel cool over, want zij maakt zich met name zorgen waar heel de wereld zich zorgen om maakt over de kerncentrale, de mensen die daar werken. Ja. En ik vrees dat ik er vandaag wederom niet aan de lijn krijg. Ze gaat wel een of ander weblog starten. Okay. En ze luistert nog altijd naar dit programma, weet je wel. Dat vind ik dan zoiets bewonderenswaard. Dat ik denk van, holy shit, je zit aan de andere kant van de wereld. Daar waar op dit moment een ramp zich voltrekt. En zij blijft gewoon lekker 3FM luisteren, omdat er dat een veilige gevoel geeft. Dus Atsuko, als je dit hoort, sterkte maar weer. Op naar een nieuwe dag. Ik probeer wel vandaag contact te krijgen. En ik denk dat wel gaat lukken via Skype en zo. Want dat is het gekke. Skype en internet is er wel, maar telefoon bijna niet. Met een Nederlandse reclamejongen die daar is. Oké. Okay. En die is daar ook een of andere actie aan te ondernemen. Dus later vandaag in dit programma. Okay. En straks natuurlijk de update met Fleur over hoe de sfeer is daar nu bij de kerncentrale en de meltdown in toestand. Wat melden jouw kranten er nog over, Miranda? Natuurlijk ook Japan, maar bij mij gaat het eigenlijk meer nog om dat er dan tienduizenden mensen vermist zijn, waaronder ook nog één Nederlandse. Ja. De 29-jarige Elle van Dam. En die is na de aardbeving nog heel even een mailtje gestuurd naar een vriendin van haar, maar toen kwam de tsunami en toen is er niks meer van haar gehoord. Oké, dus het is nog wel een mailtje gestuurd, dat wist ik niet. Dat is die lerares, geloof ik, hè? Dat weet ik niet. Het staat alleen dat ze al 7 jaar werkt. Het is Nederlandse lerares Engels, uit Deurne komt ze. En ze woont daar in Yamada, dat is een gebied dat ongeveer het zwaarst getroffen is door de beving. Ja. Oké, maar ze heeft dus nog wel een mailtje gestuurd. Ja, naar een vriendin. Net na de aardbeving, maar daarna dus niet meer. Ja, er was ook nog die man, die 36-jarige man, die heeft dan gisteren toch contact opgenomen. Ja. En die is oké in orde. En daarmee zijn wel alle 50 mensen hebben iets van zich laten horen, de 50 Nederlanders in het gebied. Maar Ellen van Dam dus nog niet, nee. Oké, tot zover Japan. Het leuke dan, is er iets leuks te melden? Suus. Ja, dit vond ik wel leuk. Goed nieuws voor de fans van Robbie, Rickert, Richard, Gerry en Barry van de New Kids. Ja. Want er komt een nieuwe New Kids film. Yeah. Hey,
Deze zomer gaat ze beginnen met een nieuwe film. Die gaat New Kids niet schoon heten. En dat heeft natuurlijk altijd te maken met het grote succes van afgelopen winter. Want toen heeft die film echt ruim 1 miljoen bioscoopbezoekers getrokken. Dus ja, waarschijnlijk gaat het weer zo'n succes worden. Ja. Nou ja, je weet nu ook al, Gooise Vrouwen 2, daar gaan ze op Howard Speaking zitten ze daarover te denken vandaag. Denk ik, want ja, dat heeft ook alle records gebroken. En New Kids, ja. Hey Gies, wat vind jij van de kapsel van Giel Beelen? Wat een beuverkapsel! 3FM, houdoe. Houdoe. Ja, ik zal ze vandaag nog wel eventjes proberen te bellen, Stefan of Flip of een van de guys. Want dat is toch. Ik ben wel benieuwd of dit ook betekent bijvoorbeeld dat er op Comedy Central eventjes geen echte serie weer is. Goedemorgen, kut! Ja. Geluidsen naar Giel! Saai! Als ze me te woord willen staan. Dat zou wat zijn. Maar New Kids 2, of Nitro, weet ik wat, die komt eraan. Leuk. Yes. Dat is inderdaad leuk nieuws. En wat heb jij dan, Miranda? Ik heb nog een stukje bezuinigingsnieuws. Want iedereen moet ondertussen wel een beetje bezuinigen. Maar de Britse overheid heeft een handig trucje voor gevonden voor de bruiloft van William en Kate. Want ja, iedereen die namelijk door hun een taakstraf krijgt opgelegd, ja, die moet voor de bruiloft gaan schrobben. En samen moeten ze heel Londen schoonmaken, zo wat. Ja. En alle voetgangers of tunneltjes gaan schrobben. En nou, ik wens ze veel succes. Ja. Overigens krijg ik verschillende sms'jes van mensen die melden dat Ellen, de vrouw waar we het net hadden, dat die inmiddels ook terecht is. Echt waar? Ja, dat heb ik ook helemaal niet meegekregen, maar ze heeft zich gemeld. Oh, cool. Ja. Goed zo. En al van die sms'jes van, ja, het is inderdaad lente, ik werd vanmorgen wakker met een krokus in mijn broek. Ja hoor, Nationale Hoerendag, het is duidelijk. Dames, succes en veel plezier met deze dinsdag. Dankjewel. Tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Ah, met vogeltje weer. Ja, dit was er eentje. Als ik 's morgens wakker word en de radio hier aan. Giel, dat is dan waar ik hoor. Het is tijd om op te staan. Het is 7:50. Let go, daar gaan we. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, Giel.